is het van vuur, dat is goed. Hey Marnik. Hey Marnik. Ze zijn aardig op weg om toch een mooie voorsprong bij elkaar te fietsen. Het is nog altijd onze man van daarnet, Kevin de Schotte, die gaat gezelschap krijgen. Gaat gezelschap krijgen van onder andere Niels Stondelheer. En dan kijken we naar de tijdsverschillen en dat neemt nu nogal een beetje serieuze normen aan. Het is Kevin de Schotte die zal wellicht tevreden zijn met die versterking die hij gaat krijgen. En we kijken op onze krommel, we zitten al aan 45 seconden en hierboven nog niks te merken. Betekent dus dat die 2-10 is toch al een mooie kloof. Nog 8 ronden, er is voor wie toe 8 ronden te gaan jongens. Achterstand 1 minuut en 10. 1 minuut en 10 achterstand voor het peloton. Dat is de tijd onder aanvoering van Ken Simon. De man heeft niet gegeven. Jij kan niet man. Ja, ze zijn dan een vrije groene hè. Ja, dan moet hij vrije rijden. Hoe lekker weer? Vier kop geweest. Vier kop geweest. Ja, maar ja, hij zou er zo goed. Ja, dat ze een kop krijgen. Hè. Ja, hij zou. Alleen daarachter. Kijk, had die ijzer. Ja, ze. En hij blijft ook al. Allee, hij komt. Ja, maar die onze weer pas. Pijstuk. Allee, zijn ze niet zo? Maar kijk, dat zijn nieuwe. Dat, als hij wacht, hè. Ja, die jongen, je kunt zo verpakken. Ja, wat is het? Heeft ze hem het aflusten? Of te waar moeten we hoeken? Maar ja, je gaat hem niet pakken, hè, dat vind je niet. Nee. Allee, Marnik! Marnik! Oh, dat heb ik niet. Ik zal hem dan maar zetten. Want kijk, hij ziet eraf vallen. Ja, maar hij heeft nog goed. Ja, maar je dacht. En onze Marnik is er toch niet bij. Ik zie hem er wel. Jawel, hij komt een bocht. Ja, hij is op is zo. Allee, Marnik, kom aan, hè. Ik weet niet dat fijn. Ja, als hij toch kan niet meer. Ja. Dat fijn. Als je die beter hebt dan... Ja, ja. Dat vind je het normaal. Hè? Die is er niet bij. Jawel, die is. Door te meen? Nee? Ik weet niet, want die Thijs van Poorje kende die van... Ziet ze? Ik kom in Marnik, goed hè jongen. Goed hè. Ik word gepijst jongen, ik zei het. Ik vind het in de verte die Thijs van Poorje kende die Thijs. Marnik, goed hè? Te zetten. Kevin Schotte, momenteel genaderd op 3 ronden van het einde. Het is nog 3 ronden. En Joni, Joni. Dat peloton weggegaan. Het peloton nog niet te besteuren. Het is kijken naar wie die achtervolger zal zijn. Ja. Hallo Joni, kom aan. Dat is Joni. Hallo hoor. Ja, we kunnen volgen. En dat is Willy de Straten. Die volgt op 20 seconden. Allee, meevolgen, hè Marnik. Nog 3 ronden wedstrijd. En nog 3 ronden, jongens. Finale. Op 3 ronden van het einde. Totaal nieuwe situatie. En dus onze man aan de leiding. Die heeft het gezelschap gekregen nu van de achtervolger Joni Verstraeten. En dan zijn opnieuw 3 mannen in de achtervolging gegaan. En nog 2 ronden af te werken. Dus een nieuw trio dat zich hier komt melden bij de doortocht op 2 ronden van de finish. Dus een totaal nieuwe situatie. We krijgen hier de mannen uit het peloton. Oh, ja, nee, maar niet, kom aan hè. Nog 2 ronden, kom aan jongens. Er is nog 2 rondjes af. Laatste ronde. Laatste ronde. Dus de laatste ronde in de wedstrijd. Ja, die zijn buiten schot, zo wil ik zeker. Die zijn buiten schot.
Polidor, zoon van Adrie van der Poel, Mathieu van der Poel, die dus mee zit en peloton is laatste ronde. Laatste ronde. Allee, maar niet mee. Laatste ronde in de... Kom aan, Mathias. Er is laatste... Dus, er komt er nog eentje voorbij. Het is een van de mannen van... Iedereen kan ja, ze hebben niet bij ons eigen gezegd. En nu is de nummer 2 en 12, maar ik ga straks het verdict overlaten aan de mensen van het Wielerbond, onze afgevaardigden. Ja, en het was nog een net spurtje. Terwijl hier andere jongens finishen, hadden we de aankomstzone volledig vrij. Want ook deze jongens hebben natuurlijk de volledige afstand achter.